Het is de eerste Afrikaan die een grote wedstrijd wint in Europa, denk ik. En vooral hier in België. En welke wedstrijd? Het is een wedstrijd waar iedereen zit naar uit te kijken. Ik denk dat dat geweldig belangrijk is. Ja. En de manier ook waarop, hè? Het is met initiatief nemen, het is met overtuiging. Ja, hij heeft maar één keer in de wedstrijd geweest dat hij niet mee zat. En dat was toen dat groepje met Van Aert wegging. Maar dan hadden we gelukkig nog vier man daar rondom hem. Hebben we vlug orde op zaken kunnen stellen. En van dan af heeft hij zeer attentief altijd mee vooraan gezeten. En dat was fantastisch. En dit moet ook voor de ploeg een ook historische overwinning zijn. Maar ja, ik zei het juist. In 2016 wonnen we met deze ploeg de Amster Gold Race. Er was ook niemand die dat had verwacht. En nu 2022, zes jaar later, winnen we Gent-Wevergem. Dat had ook niemand niet verwacht. Als iemand vanochtend had gezegd, Kirmay gaat vandaag winnen, had je dat geloofd? Ik had niet nee gezegd. Maar ik wist niet dat hij zo gerecupereerd geweest hebben van vrijdag. Dat was bij mij het grote punt. En een renner die nog eigenlijk totaal onbekend is op dit terrein, dat maakt het misschien nogal groter. Ja, maar ik heb altijd gezegd, je moet 's nachts slapen en niet overdag. En dat zie je veel. Wat voor jongen is het? Geweldige vent, hè. Je kunt dat niet. Hij is altijd blij, hij is altijd goed gezien, hij is altijd content. Alles is goed, laten we zo zeggen. Ja. En nu ook een fenomeen, niet alleen hier in België, maar vooral ook in zijn thuisland Eritrea. Ja, daar vrees ik nu voor. Als hij vorig jaar na het WK naar huis ging, is dat daar ingehaald door de president. Ik weet niet wat dat nu gaat worden. Ik denk dat gaat nog erger zijn. Hij gaat nu terug naar huis, geen Ronde van Vlaanderen. Kan een prestatie als deze jullie nog aan het twijfelen zetten? Nee, we gaan bij ons plan blijven. We hebben een planning gemaakt met hem. En ik denk dat het belangrijk is dat we bij die planning blijven. En dat we gewoon zeggen, voilà, hij blijft in België tot maandag. En maandag vliegt hij naar Eritrea. En dan komt weer voor Frankfurt en de Giro. Wat zijn wat kunnen we van hem gaan verwachten in de Giro? Is dat gewoon puur voor ritzegens gaan? Ja, een keer een etappe winnen, zou ik al blij zijn. Als daar ook een etappe kan winnen, ben ik ook al blij. Dus laten we hopen dat dat ook gebeurt. Zo'n jonge gast, maar anoniem rondrijden, gaat er nu niet meer bij zitten? Nee, maar ja. Ik denk dat ik mag zeggen, in die ontsnapping van Vierdaad heeft hij wel zijn werk gedaan. Hij heeft niet geaarzeld, hij heeft mee op kop gereden. En dan hebben we ook van in de notto, heeft Aike dat goed gedaan om te zeggen, jongen, pas op, want het peloton komt op 20 seconden. Blijf maar ronddraaien en dat heeft hij ook gedaan. Bedankt, hè. Laatste vraag, hoe gaat dit gevierd worden vandaag? Oh, dat weten we nog niet, daar hebben we nog niet aan gedacht. Maar we gaan toch iets kunnen doen, ja.